mensen. Ik wil eventjes vandaag laten zien wat ik voor Zoe den Boer heb gemaakt. Ik heb dit leuke touwafzetje gemaakt. Op haar kanaal kan je zien wat zij voor mij heeft gemaakt. Een deken. En deze vind ik echt super leuk, omdat het ook zo'n boogje bij de frontriem heeft. Voor de rest heb ik nog een beetje dit veranderd. Oh ja, en ik ga voor deze Friese hengst ook nog een dekje maken. Met van dat ook vlechtspul. Daar heb ik nog een beetje van over namelijk. En ga ik ook een nekknoop maken. Maar dit was dus eerst het touwhoofdstel wat ik voor Zoe heb gemaakt. Alleen dat is kapot gegaan omdat ik het van slap ijzerdraad heb gedaan. Maar zoals jullie zien heb ik dit ook eventjes veranderd. Het was er eerst nog niet. Ik vind het zelf niet zo heel mooi. Maar ik had een plek nodig om de zadels en hoofdstellen in op te werven, bergen. Want dit werd een beetje vol. Zoals jullie zien. Voor de rest, is er niet echt zo heel veel veranderd. Ik heb, zoals jullie zien, nog wat hoofdstelletjes erbij gemaakt. Deze en deze. Deze hadden jullie al gezien. Deze was voor mijn vriendin. Maar die moet ik nog steeds even brengen. Hier heb ik de beugeltjes wat langer gemaakt. Want eerst was die voor deze. Alleen, ik vond het leuker om hem voor deze te maken. Dus ja, niet zo heel veel zoals ik al gezegd heb. Maar ik vind het wel heel leuk allemaal. Maar goed, dit was de video. Doei!